Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal en welkom bij deze tweede aflevering van Five Nights at Freddy's 1. Jullie zien de lamp achter mij aanstaan, wat betekent dat het donker is, wat betekent dat het dus nog enger is om dit spel te spelen. En ik ben er echt gewoon ook wel een beetje bang voor. Dus ik heb iets van mijn gedachten te verzetten van boze snoepjes. Dus hopelijk houdt dat mijn zenuwen kalm. Laten we beginnen. Oh, tweede nacht. Eerste nacht heb ik echt gewoon op de rand van een zenuw in zijn. Ja. Oh, kut, ze bewegen al. Okay. Well, if you're here, listen, you made it to day two. Congrats. I won't talk quite as long this time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Okay, so bewegen echt interestingly enough, now. Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey. I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying okay, that. Okay, staat daar. Check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Nee. Foxy, don't do this to me. He's creeping at me. Ja, het is pas 1 a.m. en ik ben al bijna door mijn stroom. Ik ben al door een kwart van mijn stroom heen. Ik durf het eigenlijk niet, ik wil het spel afsluiten. Kom ik er maar vanavond tenminste slapen. En hij kijkt naar me. Kijk niet naar me. D2M. Ik ben bijna door mijn stroom heen. Kut. Ik durf het echt zo niet. Wat? Dit? Konijn is weg. Waar is die? Goddank. Hij staat daar.
Oké, de kip is aan het begin van de gang. Kut. Oké, ze staan daar. Ik ga nu lift checken. Kip is weg. Gaat goed. En Foxy heeft het gordijn open. Kut. Begin van de gang. Oké, ze staan er alle twee. Turf Piet. Kut. Ik ga niet kijken, ik durf dit echt niet. Alleen het geluid al. Ah, kut. Ah, nasty man. Oh, ik heb het echt gewoon warm. Ah, jezus. Maar ik vond wel dat ik het goed heb gedaan. Toch wel tot 4 a.m. Ja, toch wel. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat jullie van deze aflevering genoten hebben. En ik hoop dat ik het de volgende keer wel ga halen. Nou ja, tot ziens.